Petten aan zee. Zo'n waterzee. Petten aan zee. Of petten zoals je het noemen wil. Het begint lekker zwaar. Zoals altijd. Daar een webcam ergens. Schipmaterzee, dat is daar verderom. Ongeveer zo'n 6 kilometer lang. Zoals jullie weten. Het is geen wedstrijd, het is een lekkere training. Het is wel een zware training, dat wel. Het is goed voor de geest en voor de benen en voor het lichaam. Ik doe dit al jaren zo. Ook voordat ik deze GoPro camera had, deed ik dit al. Zoals ik te zien in mijn Runkeeper geschiedenis op runkeeper.com. Ja, dan moet je inloggen. Ik kan het wel laten zien natuurlijk, mijn gegevens. Ik denk dat ik dit zeker wel 5, misschien 6 jaar doen, dan moet ik naar thuis even kijken. Maar hoor het wel in een FNV radio show of een turbo show podcast. 1 van de 2. Vroeger ook van Bergen. Een berg aan zee en naar Egmond gelopen, hard gelopen en weer terug. Alles bij elkaar zo'n 15, 16 kilometer. Nou, sinds ik die achillesweef gezien heb, doe ik dat niet meer. Op advies van de voetspecialist. Maar daarna heb ik nog wel, geloof ik, permanent een aantal keren 18 kilometer per uur gelopen. 18 kilometer gelopen, die 18 kilometer duur. Maar daar ben ik op een gegeven moment ook mee gestopt.
doe lekker wat kortere afstanden. Hooguit 10 kilometer. Dat doe ik nog in trainingsvorm. Dit is lekker egaal dit. Egaal gemaakt door de natuur. Het water. De wind. Het loopt lekker zo. Het wordt weer een beetje vloed. Maar dan kun je ook zien dat de wolken. Er wordt de regen verspild. Er staat een klein beetje wind. Ik heb naar de weersvoorspelling gekeken. Windkracht 3 tot 4 werd voorspeld. Langs de kust. Ja, ze wint hier altijd wel wat harder. Langs de kust. Je kunt duidelijk horen aan de microfoon. Van de GoPro-camera. Het geruis van de wind. Dat is voor mezelf, joh. Dat is mijn ervaring. Ik heb er nog een kilometer op zitten. Dat is ongeveer bij de helft van het zandgedeelte. Vroeger liep ik ook helemaal door aan Kalfshoog. En liep ik zo terug via Sint-Maartenzee naar Petten. Dat was 19 kilometer. Ja. 18 of zo, hoogte van 18. Ja, dat doe ik ook niet meer dus. Kijk, mountainbikers op het land. Dat zie je ook niet vaak. Meestal wandelaars. Hier en daar wat hardlopers, zo ziek. En weer water. Ik denk dat ik op afstand hier niet droog hou. Ja, dan moet je maar daar lopen. En als het droog is, zand, dat is zwaarder. Ik loop een vier hier. En weer water. En weer water. En weer water. En weer water. Komt u hier.
En weer. En weer. Ja, ik heb twee paar schoenen mee. Ik heb ze net bij de auto even aangedaan. Andere schoenen liggen in de auto. Om zoveel mogelijk viezigheid buiten de auto te laten. Oh, koud. Ja. Beetje naar de kant. Lekker man, niet naar de voeten. Nou, we zijn bijna in de zee. Dan gaan we daar het zand af. Een stuk afstand weg. Zo'n 800 meter. En dan gaan we de duin in. En dan naar het bos. En dan zijn we weer bij de auto. Dus als je me niet meer hoort, dan ben ik bezig. En dan kun je zien. Nou, Oh,
En iedereen. Thank you.
Oh,
Nog wel. Zo'n 6 à 7 minuten. Dan zien we de vingers. Crash, 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 crash
kant van staat. Ik ga lekker lopen. Dat is wel zwaar. We hebben het zo gelopen. Maar goed. Ik weet niet. Ik neem een weekendje rust. Volgende week. En ik heb volgende week daarop. Moet ik gewoon los. Dat ligt aan de coronamaatregelen. Waarover dinsdag weer een persconferentie schijnt te zijn. Later.